De achtste protestdag vandaag, georganiseerd door de Organic Movement, heeft in tegenstelling tot de andere actiedagen veel minder mensen op de been gebracht. Bij gebrek aan animo hebben de leiders daarom besloten om voorlopig de actie te staken en over te gaan tot een ideologische strijd. Protestleider Raoul Hellings steekt zijn teleurstelling over de opkomst niet onder stoelen of banken. Laat me het concreet stellen, ik ben super teleurgesteld in de opkomst. Ja, omdat je belangeloos voor een doel van het volk vecht. Ja. Je hoefde het in feite niet te doen, want als ik kijk naar mijn eigen baan en mijn creativiteit, toch dan kan ik een redelijk leven leiden. Maar je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de samenleving, je doet het voor die kinderen en dat had je verwacht. Dat je hier tenminste een redelijke aanhang of een redelijk aantal mensen zou hebben, ja, die in feite aangeven van nee, we staan achter je en we zijn blij dat je opkomt voor onze belangen. Maar het volk heeft dus anders aangegeven en voor mij is dat een teken aan de wand van hey, ik ga jezelf beraden of ga kijken. Misschien ben ik niet degene die het volk zou moeten leiden, toch? Je moet de spiegel, jezelf de spiegel voorhouden. En ik heb gezegd voor nu, in ieder geval, houd het op, ja. We zullen niet zeggen dat we niet bezig zijn, maar met protestacties, daar gaan we ons voorlopig niet mee bezig houden. Voor Hellings blijven enkele actiepunten zoals het benoemingsbeleid, het zogenoemde friends and family beleid, principieel. Op dit punt zal er nimmer water in de wijn worden gedaan, zegt hij. Bij het ministerie van Financiën aan de Gompertstraat, waar de actie plaatsvond, heeft minister Armand Achaibersing de demonstranten aangehoord en toegesproken. Actieleider Dave Van Aarde gaf aan dat de bewindsman de overmakingsstaten onder ogen kreeg en op basis daarvan al had moeten constateren dat er iets mis was. Op basis hiervan zou de directeur van Financiën op non-actief moeten worden geplaatst, vindt Van Aarde. De bewindsman reageerde door te stellen dat er conclusies worden getrokken op basis van aannames terwijl het onderzoek nog gaande is. Een heleboel uitspraken worden op basis van aannames gedaan. Aannames, geen feitelijke omstandigheden. Ik zou u willen vragen om het onderzoek van het justitieel onderzoek af te wachten. Het onderzoek van het onderzoek van af te wachten. En het onderzoek van de rekenkamer af te wachten. Dan moet u op basis van de feiten moet u reageren. Niet op basis van aannames. Precies zoals ik in een telefoongesprek aan u gezegd kon hebben. Als ik u bel, van het sociaal vangnet wordt op PCT uitgevoerd. En dan heeft u dat meteen aangenomen, dat de prijs bij Financiën wordt bepaald. Toch? Dat is waar ik voor waarschuw. Dat is waar ik voor waarschuw. Nadat de protesten de vorige week met een paar dagen waren opgeschort, is vandaag besloten voorlopig geen straatacties meer te voeren. Volgens Hellings zullen zij alleen de straat opkomen als het volk daadwerkelijk gereed is.